De studie animatie is een solide studie waarin je een aantal methodieken, principes en skills krijgt aangereikt voor het maken van animatie. Vanuit die basis ga je op zoek naar specialisatie en/of verdieping. De vraag hoe jij je wilt ontwikkelen staat steeds centraal. Wij vertellen je niet hoe je dat moet doen. Je gaat op zoek naar jouw interesses binnen het maakproces van animatie. Welke aspecten daarvan spreken jou het meeste aan? En waarin wil jij jezelf verder ontwikkelen? De hele toevoeging van de Kunstacademie is juist dat onderzoek wordt aangemoedigd. Dat je ziet wat je studiegenoten maken. Dat je denkt, oh, dat is vet. Hoe doe jij dat? En dat je dat gesprek erover over de technieken hebt, maar dan ook op hoe mensen dat zelf toepassen. Je wordt wel in ieder geval uitgedaagd om ook dingen te doen waarvan je niet dacht dat je het zou doen. We leren je als het ware te leren, zodat je na je studie aan het werk kunt binnen het vakgebied. Binnen de opleiding animatie hebben we de richtingen 2D-animatie en 3D-animatie. Dit zijn twee verschillende studiepaden waaruit je al bij aanmelding een keuze maakt. Sommige modules volg je met de hele klas, zoals animatietheorie en beeldende ontwikkeling. Andere modules, zoals skillsvakken die gelinkt zijn aan 2D of 3D animatie, worden gegeven in specifieke groepen. Je leert elkaar allemaal kennen, dus je kan allemaal later nog samenwerkingen starten als je toch een 3D'er nodig hebt voor je 2D project. Of andersom, 3D'ers gebruiken vaak effectanimatie, 2D, dus dat, je hebt wel een soort wisselwerking tussen de opleidingen. De basiskennis om een animatiefilm te maken en alle aspecten daarvan te overzien en uit te voeren is waar de eerste 2 jaar van de studie voornamelijk over gaat. In het 3e en 4e jaar is het aan de student zijn, haar of diens eigen pad een eventuele specialisatie te kiezen. En voor je eindfilms, dus in je 2e jaar of eerste, 2e en 4e jaar, mag je dat helemaal in je eigen stijl doen en doe je ook echt onderzoek naar jouw stijl. Binnen de 3D-richting ligt de focus onder andere op het maken van karakteranimaties in 3D-software. Maar krijg je bijvoorbeeld ook de kans je te verdiepen in real-time 3D-technologie. Binnen de 2D-richting werken we vooral met 2D-softwarepakketten zoals TV Paint en After Effects. Maar je leert je ook te bekwamen in stop-motion en andere traditionele animatietechnieken. Binnen de lessen zul je merken dat we veel met elkaar praten. We spreken openlijk over het eigen en elkaars werk en leren zo samen van wanneer dit goed of minder goed gaat. Dat merkte ik toen heel erg op de open dag, dat je merkt van dit is gewoon echt een speeltuin waar je de mensen leert kennen die je waarschijnlijk nog heel lang, die heel lang nog met je meegaan. De structuur van de opleiding bestaat uit doorlopende vaste module en keuzemodule. Wij staan open voor wat jij wilt leren, zolang jij inhoudelijk kunt beargumenteren waarom jij dat belangrijk vindt voor jouw ontwikkeling. Voor mijn gevoel, vooral de haken in me geleerd heeft, wat ook wel heel erg nuttig was, was gewoon heel erg jezelf, elke keuze die je zelf maakt, kunnen beargumenteren. En dat gaat ook veel verder dan studiekeuzes, zeg maar. Ook echt over van wie ben ik en waarom maak ik de keuzes die ik wil maken. En dat vond ik heel fijn om dat te hebben. Dus je moet alles gewoon heel erg onderbouwen en daardoor leer je ook heel erg hoe je dingen moet pitchen en hoe je bepaalde richtingen op kan gaan. Bij de studie animatie besteden we ook veel aandacht aan de samenwerking met het vakgebied. Veel van de animatiestudio's in Nederland zijn opgericht door onze alumni. En ook vallen onze studenten met regelmaat in de prijzen bij de studentencompetities van internationale animatiefestivals. Dus het is best wel divers. Volgens mij kan iedereen er wel terecht. Je moet gewoon wel gewoon volgens mij een beetje een gekkie zijn. Dat hoort er gewoon wel een beetje bij. Maar dat is ook juist leuk. Dan kom je daar eigenlijk ze allebei bij elkaar en dan merk je gewoon van, oh ja, ik dacht dat ik net te gek was, maar het is gewoon iedereen van animatie die gewoon niet helemaal 100 is. Ben je enthousiast voor deze opleiding? Meld je dan aan via onze website. Nieuwsgierig naar de toelatingen? Ga dan in gesprek met onze studenten en docenten tijdens de open dagen.